Welkom in Café Weltschmerz. Ik ben Rico Brouwer en ik sta hier met Ad Broeren in een leeg Carré. Absoluut, helemaal leeg. We hebben gekeken... Op het toneel wordt gewerkt. Ja, op het toneel wordt gewerkt. De voorstelling van de Verleiders gaat zo meteen beginnen. Ja. En wij hebben hier in de middag gekeken naar Ons Geld en de analyse, zeg maar, van het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Wat vond jij van de sessie hier vandaag? Ja, een sessie die gericht was op eigenlijk één aspect en dat was die depositobank of die digitale kluis waar ze het over hadden. En ja, voor mij is het een deelonderwerp. Het gaat voor mij in wezen om de vraag van wat is geld, hoe gaan wij met geld om? Met de vraag van wij leggen de waarde in het geld terwijl wij het zijn... Hè, jij en ik en alle anderen die die waarde produceren. En het verbaast mij eigenlijk telkens weer in de discussie dat daar niet over wordt gesproken. Want als daarop wordt ingegaan en daar wordt over nagedacht, dan zouden we op hele andere dingen kunnen komen als op de noodzakelijkheid van een digitale kluis. Ja. Je hebt het eigenlijk over het WRR-rapport, maar ook hoe dat Ons Geld daarin meegaat met de keuze van onderwerpen hier vandaag. Niet zozeer het verdiend vermogen van ons als samenleving. Ja, ja. Ik hoor Arnoud Boot zeggen van ja, het is geen waterleiding die wordt aangelegd en waarvan je de kraan open en dicht draait. Maar voor mij is gewoon het hele geldstelsel zoals het nu is een waterleiding die is aangelegd en waar de kraan open en dicht van wordt gedraaid. He, dus daar hebben wij totaal geen invloed op. Het is niet van ons, als het ware, dat geldstelsel. Dus als we de stichting Ons Geld hebben, dan zou ik zeggen van maak dat geld dan ook van ons. Nou ja, Ons Geld wil dat ook wel en heeft met dat burgerinitiatief via de Tweede Kamer de WRR aan het werk gezet. Maar dit is wat terug is gekomen. Ja, nou, ik was een van de mede-initiatiefnemers. Samen met Luc de Waal en George van Houts. Dus op een gegeven moment is dat ontwikkeld in dat burgerinitiatief. Toen op een gegeven moment bleek dat het aspect van rente buiten beschouwing zou blijven, heb ik verder niet meegedaan. Want voor mij is er geen oplossing als niet ook het element rente wordt meegenomen. Volgens de mensen van Ons Geld werd gezegd van... nou, we nemen impliciet het aspect rente mee, maar ik wilde dat dat expliciet zou worden meegenomen, omdat het voor mij daarom gaat. Ja. Het gaat voor mij gewoon om geld met geld verdienen. Dat is de crux. Ja, en die, nou, dat is mijn woord, maar die concessie is dan in die tijd gedaan. Rente blijft even buiten beschouwing. Ja. Wat ik meeneem hier van deze sessie vandaag is dat de WRR heeft gezegd... ja, oké, maar ook het hele systeem zelf, het waterleidingssysteem... Ja. Daar gaan we het ook maar niet over hebben. Nee, precies. He, dus we hebben het over een aantal aanpassingen. He. Dus in feite gewoon meer regelgeving, betere buffers, meer... garanties dat het stelsel wat we nu hebben beter gaat functioneren. En wat heel plastisch door die jongen die met zijn tekeningen gewoon schitterend wordt weergegeven. Hè? Van die bank die wordt dan opgelapt en die is mooi oranje. En dan hebben we de bank die we nodig hebben. Ja, ja. Ja, en bankroet kwam als roet zo uit de wolken eraan. Ja, fantastisch. Stel dat jij... de reactie zou moeten geven namens onze regering tegen de zomer. Want dat werd gezegd. Rutte met zijn kabinet komt hierop terug. Dat is ook een verplichting. Mm-hmm. Waaruit zou jouw reactie bestaan op dit WRR-rapport? Nou ja, ik vind het heel jammer dat ze zo in feite zijn gezwicht voor geen experimenten. Want ten eerste van we kunnen internationaal niks. Hè, omdat we gewoon eigenlijk als EU-landen aan elkaar vastzitten. Het andere argument is van het is allemaal zo volatiel momenteel, we kunnen nog geen experimenten ons veroorloven. Maar ik zou juist zeggen van dit is het moment waarop je juist wel iets zou moeten doen. Hè, en dan inderdaad die publieke geldschepping die de Ons Geld voorstaat, Nou, dat zou in ieder geval een stap zijn. Ben je het ermee eens dat je binnen het systeem van de euro en binnen de Europese Unie niet als Nederland zo'n experiment zou kunnen starten, zoals gezegd werd hier vanmiddag? Nee, dat zie ik niet in. En er werd eigenlijk ook door Klaas van Egmond werd dat duidelijk gemaakt van dat het heel goed mogelijk is om publieke geldschepping zo te regelen dat het niet verstorend werkt op het bestaande patroon. Waaruit denk jij dat de reactie van Rutte en zijn ministers gaat bestaan tegen de... Nou ja, conform de aanbevelingen van geen experimenten. Dus we moeten het houden bij wat het is, alleen we moeten het beter doen. Denk jij, ja, dan verandert er dus eigenlijk niks. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ze zullen het netjes verwoorden, maar er verandert niks. Nou, in essentie verandert er niks. Maar het is wel dus een opmaat voor de Schuldenberg proberen terug te dringen door nog strakkere voorwaarden voor hypotheekverlening. Hypotheken, dat is een van de grootste elementen van de Schuldenberg. Dus dat terug te dringen, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Maar wat heeft dat tot gevolg? Dat er weer heel wat mensen die afhankelijk zijn van een hypotheek om een huis te kunnen kopen, die komen tussen de wal en het schip. Een van de sprekers hier was Paul Buitink. Ja. Die heeft de afgelopen jaren geprobeerd om een depositobank van de grond te krijgen. Ja. Denk jij dat er naar aanleiding van dit WRR-rapport, waarin zulke maatregelen ook wel staan eigenlijk, van, hè, je zou dat mogelijk moeten maken, dat daar ook echt wetsvoorstellen komen in Nederland binnen nu en een jaar of 2 jaar? Nou, ik denk dat dat publiek geregeld moet worden. Dus zoals wordt voorgesteld, gewoon van die digitale kluis via de Nederlandse bank te regelen dan. En niet in de private sfeer. Wat mij opviel over die digitale kluis is dat het aspect van privacy en anoniem kunnen betalen. Iets kopen, je hoeft geen verantwoording af te leggen over je gedrag, dus ook niet over je koopgedrag. Ja. Werd hier op het podium eigenlijk nauwelijks genoemd. Ja. We hadden het zelfs gezegd van ja, bij grotere bedragen is die anonimiteit wel een puntje. Hè, terwijl voor mij gewoon het wezen is van het betaalsysteem privacy. Hè, en dat die privacy moet worden gegarandeerd. En dat is natuurlijk een heel punt bij de digitalisering. Wat vanavond ook weer getoond wordt. Nou, voor mij viel het op dat het eerder verwatert. En ik kan me voorstellen dat dat straks in de reactie van Rutte ook verder verwatert. In feite is de stap al gezet met dat rapport om het te laten bij wat het is. En dat er hoogstens wat... aanpassingen komen om het bestaande systeem om dat, ja, wat meer houdbaarheid te geven. Ja. Vorig jaar waren we in de Schouwburg in Utrecht. Vandaag staan we in Carré. Er veranderen wel dingen. Want wie had gedacht dat we 5 jaar geleden dit soort evenementen zouden hebben? Wat gebeurt er, even los van Rutte en zijn kabinet en de ECB en dat soort, wat gebeurt er? Jij bent een van de initiatiefnemers destijds. Mm-hmm. Wat gebeurt er buiten die politieke arena in follow-up op dit WRR-rapport? Ik merk er eigenlijk weinig reactie op van mensen. Ik denk dat er ook weinig zijn die het echt gelezen hebben. Ik denk ook dat het, omdat het toch voor het grootste deel buiten de media is gehouden, dat het niet echt leeft, behalve dan bij een relatief kleine groep. En dat is eigenlijk ook een zorg zal zijn. Ja, het is jou wel een zorg. Heb jij... Het is mij wel een zorg. Ja, met mijn microfoontje heen en weer. Ja. Heb jij plannen voor de komende tijd om hier follow-up aan te geven? Nou ja, goed. Ik heb nu net mijn 5e boek heb ik gepubliceerd. En dat is echt een boek waarin ik schrijf over mogelijke oplossingen. En ik zie het veel meer in kleinschaligheid. Ik denk dat wij gewoon echt moeten kijken naar coöperatieve netwerken. Van producenten en consumenten. En dat we daarin een eigen munt moeten laten circuleren. En dat we niet moeten wachten op dat de discussie is gevoerd en het ei nu eindelijk is gelegd, dat er een heel klein stapje wordt genomen. We kunnen het ons niet veroorloven om daarop te wachten, omdat die volgende crisis alweer voor de deur staat. Dus als wij niet nu in actie gaan komen en inderdaad zelf de dingen gaan regelen. En ik ben een ontzettende voorstander voor kleinschaligheid. He, dus dat we dat oplossen door afspraken te maken tussen een aantal consumenten. Ik denk dan aan zo'n 10.000 consumenten en zo'n 100 producenten. En dat de primaire levensbehoeftes en het voorzien daarin, dat dat veilig wordt gesteld ook in de huidige situatie. En dat is ontzettend belangrijk, want minstens de helft van de Nederlandse gezinnen heeft te weinig koopkracht. En dat wordt alleen maar erger. Dat is dan wel weer hoopvol, even los van dat dat erger wordt, dat is niet hoop. Maar dat is dan wel weer hoopvol uit het rapport van de WRR, waarin ook staat dat diversificering belangrijk is. En dat je dus niet contant geld moet stoppen, je moet er juist producten bij brengen en nieuwe betalingsoplossingen erbij verzinnen. Ja, maar dan denk ik niet dat ze denken aan de oplossingen die ik dan voorsta. Nou, daar zijn gelukkig goede boeken over dan. Dankjewel voor dit gesprek. Oké.